Zo, personenauto in de werkhaven. Nou, dan ga ik maar eens even snel naar de kazerne. Meneer de burgemeester, leuk dat u vanavond met ons mee was. U heeft een inzet mee mogen draaien. Hoe heeft u dat ervaren? Ja, dat was inderdaad een verrassing dat ik van de straat werd geplukt, bij wijze van spreken. En toen we hierheen reden, toen dacht ik, nou die toeters en bellen, dat klopt wel. Maar toen we uitstapten en die auto in de brand stond, toen merkte ik wel, stel dat het nou echt is, laat je dan niet door die druk opjagen. En toen realiseer ik me weer heel goed dat jullie heel gestructureerd en heel systematisch dat aanpakken. En dat is denk ik ontzettend goed. Ja, dat moet inderdaad ook wel. Ja, dank. Ja, oké. Nou, de burgemeester heeft het al mogen ervaren. Ik kom het zelf ook ervaren. 17 september hebben wij op de Post Eemlandweg in Huizen een open dag tussen 10 en 4 uur. U bent van harte welkom om ook de brandweertaken te beleven en te ervaren. Dus, als jullie deze vrijwilligers en al die andere vrijwilligers in actie willen zien, maar ook zelf willen ervaren hoe dat mooie werk is, kom langs. Zaterdag 17 september van 10 tot 4, Eemlandweg Postcentrum. Tot dan, ik ben er.